De Sint Maartenskliniek heeft begin deze week als eerste revalidatiecentrum in Europa een innovatief nieuw trainingsmiddel gepresenteerd. De Zero G. Het revalidatiecentrum verwacht dat de Zero G bijdraagt aan een betere kwaliteit van de loopfunctie en het sneller behalen van de trainingsdoelen van de revalidanten. Het Zero G is eigenlijk een heel mooi apparaat waarbij we een hele grote range van activiteiten kunnen oefenen met revalidanten in een hele veilige omgeving. En met name het stukje vrijheid van bewegen wat je daarbij hebt is eigenlijk wel een hele goede meerwaarde voor de revalidatie. Als je met een revalidant werkt en ze weten dat ze kunnen vertrouwen op de veiligheid van de Zero G, waar ze anders moeten vertrouwen op de veiligheid van jou als therapeut, dat kan ook al een verschil uitmaken. Dus je wilt iemand in een veilige omgeving, maar wel zoveel mogelijk de werkelijkheid nabootsen. Want het gaat op de grond, het gaat als mensen overeind willen komen, kun je ze ondersteund laten doen. Het lopen over ook echt de vloer, niet over een loopband. En dat is, het bootst ook gewoon het meeste de werkelijkheid na, waar je mensen dan in kunt ondersteunen en trainen. Het is een hele grote hulp. Ik moet zeggen dat ik er vandaag voor het eerst een half uurtje mee geoefend heb. Maar als ik het vergelijk met de mogelijkheden die er, als je net aan het revalideren bent met protheses, het verschil tussen de loopbrug en hier met de Zero G, ja, is dat een heel groot verschil. Het grote voordeel is dat je een stukje in een veilige omgeving kunt oefenen en het ook ontlastend is voor de fysiotherapeut. Die kan het apparaat op alle mogelijke manieren instellen. En dat is gewoon heel plezierig. En voor mij als cliënt is het een enorm stuk veiligheid wat het biedt. Dat G kan eigenlijk bij heel veel revalidanten van toepassing zijn. Denk aan iemand die met een prothese gaat lopen, maar ook mensen met een neurologische aandiening of mensen met een dwarslezenbeeld. Dus eigenlijk heel erg breed. Je moet wel een beetje een staaffunctie hebben, dus mensen moeten eigenlijk geassisteerd kunnen staan. Maar dan heb je eigenlijk een hele range van diagnosegroepen zeg maar, binnen de revalidatie die je dan kunt bedienen met de Zero G. De Sint Maartenskliniek verwacht jaarlijks ongeveer 160 van haar revalidanten te behandelen met de Zero G.